mogen in deze ogenblikken onze hulpen staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u lieden rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God den Vader. Door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes, dat zij zo. Psalm 89, daarvan het zevende vers, zei onze voorzang: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van goddelijk aanschijn voort. Zij zullen uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht draagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89, vers 7. Zal u voorlezen de profeet Jesaja, hoofdstuk 63, versen 7 tot en met 19.
noemde u de profeet Jesaja, hoofdstuk 63, de vers 7 tot en met 19. Door vooraf luisteren wij naar artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in de ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Ik zal de goedertierenheden des Heeren vermelden, den veelvoudigen lof des Heeren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden, en naar de veelheid zijner goedertierenheden. Want hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost, en hij nam hen op, en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden, en zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde, die den arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn, struikelden zij niet, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u in een heerlijke naam zoudt maken. Zie van den hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewans en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstopt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder,
om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Laat ons trachten te bidden. In de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid, breng ge ons, Heere God, aan de avond van deze dag hier te samen. In het aloude bedehuis, onder uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. En als wij ondervinden tot u te naderen, wil ons dan genadelijk verlenen levende indrukken van uw hoogheid en van uw majesteit en heerlijkheid. En ook een rechte en grondige kennis van onze nood aan onze ellendigheid. Opdat wij verwaardigd mogen worden gebed te bidden tot verheerlijking van uw naam, gedreven door uw heilige geest. Heere, ge mocht ons bekend maken voor het eerst en bij vernieuwing onze nood aan onze ellendigheid. O, wil onze ogen openen daarvoor dat we leren verstaan dat we allen tezamen verloren liggen in Adam. Ja, wil ons bekend maken dat we nederliggen in een kuil gans hulpeloos, waaruit we onszelf niet kunnen redden, nog verlossen, gans onmogelijk. Maak ons bekend, recht en grondig, onze nood, onze ellendigheid, dat we onze hulpeloosheid leren beleven, en uit diepten van ellende leren roepen tot u, de levende God, omhoog. Heer, het zou een eeuwig wonder zijn, de avond stonden van deze dag een medereiziger of een medereizigster naar de ontzaglijke eeuwigheid. Zijn nood of haar nood en ellendigheid grondig en recht leren kennen. O Heere, dan zou hij moeten roepen tot u en blijven roepen of gij hem genadig zou willen zijn. En zou het dan u behagen, o God, om aan de zulken nog eens bekend te maken, de weg des heils, nog eens van de hoge hemel te spreken tot haar of zijn hart, nagelang zo een van nodig heeft, want gij weet zijn of haar omstandigheden, opdat ze uw woord mochten beluisteren, en het woord door de kracht des geestes mocht invallen in de harten, opdat het daar zijn werk mogen doen tot onderhouding van het leven dat gij gewekt hebt. O Heere, ge mocht onze nood en ellendigheid recht te doen kennen, opdat er een volk overbleef ook in deze gemeente, dat iets daarvan leerde verstaan, van wat David zegt en wat hem opgetekend is. De gebeden van David, de zoon van Izii, hebben een einde gekregen. Er is toch een volk op de aarde dat met alles aan een einde komt. Zelfs aan een einde met hun gebed. Dat ze niet meer kunnen bidden voor een gebed. En niet meer kunnen zuchten voor een zucht. Aan een einde gekomen zijnde. En is eeuwig kwijt, dan wordt het goede vrijdag en is het sterven eeuwig omkomen met wedergeboorte, met bekering, met onderwijs, met bevinding, met beloften, eindigen
in het einde, eindigen in de dood. O, dat wordt recht en grondig de nood en ellendigheid gekend. Maar mocht dan ook u behagen aan de zulken te openbaren en te schenken, hem die is de weg, de waarheid en het leven, die door de dood doorgegaan is tot het leven, die door de dood niet kon gehouden worden, maar opgestaan is als die omvatter van de dood, hel en wereld, en van de Satan, hij die nu gezeten de rechterhand des vaders, o God, nog in deze donkere tijden, dat nog eens wilde schenken in het midden van ons volksleven, dat nog mensen gevonden werden, die nooit de dood moesten ingaan, eigen leven verliezen om zijnentwil, om alles in hem te vinden. Schenken u gunst volk altijd maar weer bij vernieuwing, recht, nood en ellendigheid te kennen. O Heer, in de hoogste stand van het leven, blijf maar over een ellendig en arm volk, die het gaan verstaan, dat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Die moeten maar bedelen, en die moeten maar vragen in de weg van heiligmaking, omdat ze ellendig en arm in zichzelf zijn. Maar wil gij er een bevestigen, ook aan de avond van deze dag, dat gij een arm en ellendig volk overhoudt, dat op uw naam mag betrouwen. Heere, gij kent ons zo we niet gelukkig naar staat en toestand. O Heere, gij mogen willen geven, dat gij wilde uitdrijven alle gedachten van de koophandel en van de wisselaars. En dat gij ons wilde nemen onder beslag van uw woord en uw getuigenis. Gij mogen de preken des woords willen toepassen het hart, nagelang niet geluk van nodig heeft. Tot ontdekking, tot vertroosting, of tot verkwikking en bemoediging. Gij weet wat een mens van nodig heeft, wat tot u eer mag trekken, en tot zaliging van de ziel. Gij moet om u zelfs willen, naar dat de mens van nodig heeft, uw woord willen heiligen en toepassen aan de harten, opdat deze of gene mag betuigen, geweest, de Heer is aan die plaats geweest. Heere, ge weet dat we samenkomen in een bijzondere uren. Ach Heere, dat boven alles onze aandacht mag worden bepaald bij uw woord. En dat boven alles leerden u de God van het woord te benodigen. Om ook in deze weg, waardoor we samenkomen in zonderheid deze avond, als gemeente en als predikeur, u, de God van hemel en van aarde, te benodigen en door genade u te mogen kennen in al de wegen die wij te gaan hebben. Zo bevelen wij dan deze gemeente en onszelf aan u en de woorden uw genade aan. En gedenk ons te samen in zonderheid in dit uren, naar lichaam en ziel beide, en wil u betonen wat voor zondig en gebeurd ligt deze avonduren, nog een God van nabij, en niet een God van ver, in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Gedenk oude dagen, bedroefden en beproefden, die in druk en kruisween geleid worden, die stille kruisen te dragen hebben. O Heere, heb meer dan ene zegen, wil de zulke nog schenken, en we beurden zegen van omhoog. Hoor en behoor ons, om Christus willen, uit genade. Amen. Onder al de deugden van de levende God gemeente schittert wel het meest de deugd van Gods trouw.
Door alle eeuwen heen is de deugd van Gods trouw de grond waarop de kerken God zich vasthoudt. Want door alle tijden heen zijn de vreselijke aanvallen gedaan op de kerk des Heer. En naarmate de eeuwen voortwentelen en het einde der tijden aanbreekt, zal de duivel met verwoede krachten komen om als het mogelijk ware de kerk des Heeren te vernietigen en uit te roeien. Maar behalve de aanvallen van buitenaf op die kerk des Heeren, zijn er ook de aanvallen van binnenuit. En wel die kerk heeft niets waarop zij zich kan beroemen en niets waarop zij zich in zichzelf kan verlaten. En want dan moet die kerk maar schaamrood zijn over datgene wat er van binnen gewaar wordt. Vijandschap, goddeloosheid, venijn geven, dat worden van binnen gewaar, ontrouw, afdwalen, hier van binnen. Dus die kerk die wordt aangevallen door machtige vijanden van buiten en door vijanden hier van binnen. Maar nou niet tegenstaande al de ontrouw, niet tegenstaande al de afdwalingen, niet tegenstaande al de goddeloosheid van dat volk. God blijft de getrouw. Zijn trouw zal nooit hun val gedoen, maar zijn gerechtigheid hem naar zijn woord verhoogt. O, als de levende kerk Gods daar iets van mag ondervinden voor eigen hart en eigen leven. Iets ondervinden van de trouwe Gods, niet tegenstaande al hun ontrouw. Dan moet die kerk wegzinken in bewondering en aanbidding en het uitroepen. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het op recht en op waarheid Paul als op onbreekbare steunpilaren. Over die trouwe Gods tegen een ontrouw volk dachten we deze avonturen een ogenblik te gaan spreken en we gaan handelen over het tekst voor dat je vindt opgetekend in die voorgelezen hoofdstuk. Jesaja 63 en daarvan het 14e vers. Wij noemden u Jesaja 63, het 14e vers, waar Gods onfeilbaar woord staat opgetekend. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft ze de geest des Heeren rust gegeven. Also heb gij uw volk geleid, opdat u een heerlijke naam zouden maken. Zover. We spreken dan vanavond over de trouw des Heeren, betoond in de leiding aan zijn volk. En dan drie gedachten. Hoe de Heere de zijne leidt, waarom hij ze leidt en waartoe hij ze leidt. We spreken over de trouw des Heeren betoond in de leiding van zijn volk. Drie gedachten: hoe de Heere de zijne leidt, waarom hij de zijne leidt en waartoe hij de zijne leidt. Doch vooraf wil nog een met elkaar zingen en wel op Psalm 73 en daarvan het 11e en het 14e vers. Toen zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld en ik geprikkeld in manieren om trots mijn drift ten toon te vieren, was mijn bestand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij een onvernuftig beest. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer langer wordt vervloekt.
Gij doet een ui die afgoedeer nu den trotse nek toe keren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, en nabij te wezen bij mijn God, vertrouw op hem geheel en al. Den Heere wiens werk ik roemen zal, op Psalm 73, en duiven het der 11e en het 14e vers.
De profeten van het Oude Testament getuigen al te samen van de trouw van de levende God tegenover zijn kerk. En in zonderheid doet het ook wel de profeet Jesaja. En niet voor niets wordt Jesaja wel genoemd de eeuwige list van het Oude Testament. Zijn naam betekent Jehovah is redding. En Jesaja die komt de getuigen hoe de Heere God de getrouwe blijft tegen ontrouw volk. Tegenover een volk, die vanwege eigen schuld en ellendigheid en narigheid zich in alle moeite heeft gewikkeld. Maar God blijft de getrouw. De vraag zou je kunnen stellen, hoe is dat mogelijk? Dat God de getrouwe blijft tegenover een volk vol van ellendigheid en narigheid. Want God de Heer is toch heilig en rechtvaardig. En God de Heer gaat er nooit geen afstand doen van zijn heilig recht. En hij moet door de zonde straffen met tijdelijke en eeuwige straffen naar ziel en lichaam bij. Hoe is dat dan mogelijk dat God trouw blijft aan zo'n schuldig en zo zondig volk? Doet hij dan zijn recht en gerechtigheid niet tekort? Hoe is dat mogelijk? Dat is alleen mogelijk om die ene die van voor eeuwigheid voor het aangezicht van zijn vader was, de Heer Jezus Christus. Die ene, die we voor de grondleggende wereld zijn vermaking had met de mensenkinderen. Om deze ene is dat alleen mogelijk, namelijk de Zoon van Gods eeuwig welbehaag. Om het bloed van deze koning der koningen en van deze God de God. Dat hij in zonderheid gestort heeft op Golgotha, kan God de Heer, hoewel hij rechtvaardig is, zijn trouw bewijzen aan een schuldig, ontrouw volk. De profeet Jesaja, die mocht door de tralies van Gods woord deze gans enige persoon, de Heer Jezus Christus, aanschouwt. En dat Jesaja deze gans enige persoon met een oog des geloofs mag aanschouwt, roept hij uit in verwondering: wie is deze die van Edom komt met besprenkelende klederen? Van Bosra, die versierd is in zijn gewaad. Ja, je zei deze enige persoon aan schouw, dan vraagt hij: o God, hoe is zijn naam? En dan klinkt hij: men noemt zijn naam wonderlijk, raadsterke God, Vader der eeuwigheid. En deze enige persoon die gaat spreken: ik heb de pers alleen getreden en niemand der volkeren was met mij. En dan moet Jesaja in verwondering en aanbidding nedervallen. En dan moet hij het uitroepen, aanschouwende met een oog des geloofs die in Christus Gods: ik zal de goede tierenheden des Heeren vermelden, den veelvoudige lof des Heeren naar alles
dat de Heer ons heeft bewezen. En dan gaat hij de lof des Heeren bezingen in het ganse hoofdstuk Jesaja 63. En hebben de middenmoot, centrum van die lofzang, hij was tekstwoord genomen waar er staat, gelijk een beest dat afgaat naar de valleien, heeft ze de geest des Heeren rust gegeven. Maar voordat wij dan over dat centrum van die lofzang van Jesaja gaan spreken, eerst ene vraag. En wel deze vraag. Hebt gij ook wel eens met een oog des geloofs die gans enige persoon, die een tweede persoon mogen aanschouwen? Dat is een vraag van alles beslissende betekenis. Beslist over eeuwig wee of eeuwig wat. Hebt ge hem wel eens mogen aanschouwen met een oog des geloofs? Zijn niet te gauw, ja. Want als ge ja zou zeggen, dan zou ge kunnen mededelen wat er aan vooraf ging, waarmee het gepaard ging, en wat de uitwerking daarvan was. Dan zal de uitwerking daarvan zijn, om er één ding te noemen, gelijk ook hier: verwondering en aanbidding. Gelijk een beest dat afgaat naar de valleien, heeft de geest ze rust gegeven. Een mens is meer dan een beest. Want als een beest sterft, is het afgelopen. Dood is dood, want een beest heeft geen onsterfelijke ziel. Maar als een mens sterft, die heeft een onsterfelijke ziel, die komt tot een eeuwige beslissing. Maar in een ander opzicht is een mens minder dan een beest. En is in zonderheid degene die de Heere vrezen minder dan een beest. Want een os kent zijn bezitter. En de ezel, de kribbe zijn heren. Maar mijn volk verstaat niet. En mijn volk heeft geen kennis. Dus mijn volk, te dien opzichte, minder dan een beest. En nu bij een beest wordt Gods volk hier vergeleken. Gelijk een beest dat afgaat in de vallei. En dan moet je dat eenvoudig voorstellen, zoals dat ging in het Oosterse landschap. En je kunt het ook wel een weinigje overbrengen op onze tijd en op ons land. Dan stonden die koeien, het vee, de ganse winter op de stal. En van die oude wetse stallen die je nog hebt, wel eens om zo'n hutje op de Veluwe. Geen licht en geen moderne opruiming van de mest. Dat stapelde maar op, vuil en vies, hele winter. En als het dan voorjaar was, dan kwam de herder
En die deed de staaldeuren open. En werd dat vee losgemaakt. En dan dartelde dat vee naar buiten het licht tegemoet. Ze deden wat die herder omver lopen. En ze dartelden over die rotsachtige wegen. En ze zagen helemaal geen gevaar van die afgronden daar beneden. En ze huppelden vooruit, dartelden die herder vooruit. Die herder moest ze nog vasthouden. Tegenhouden. Dartelde dat vee weg. Oh, uit die benauwde, duffige, donkere stal. Hele jaar gestaan. Maar als we nou eigenlijk de grondtekst nagaan, dan gaat het niet zozeer over dat jonge vee, maar dan gaat het eigenlijk in het bijzonder meer over dat grote vee, over lastdieren, over ossen en kamelen. En die ossen en die kamelen, dat waren lastdieren bij Israël. En die beesten stonden heel de winter op de stal op. Want door de regen waren de wegen onbegaanbaar en kon die lastdieren niet gebruikt worden. Maar als dan weer de lente aankwam, het voorjaar, dan deed de herder die staldeuren open om ook die lastdieren, die kamelen, die ossen naar buiten te drijven. Maar nou die staldeuren open gingen van die kamelen en het licht viel naar binnen toe. Dan was dat anders dan met dat jonge vee. Want dan strokken die beesten terug van dat licht. En ze zijn een poten stijf. En er was met geen geweld uit die stal. En dan ging die herder op de hals slaan van dat beest. En woordjes spreken tegen dat beest. Maar het beest wil niet. Zet zich vast. En de maar die herder was een prikkel. En dan ging die herder met een prikkel van dat beest prikken van achteren. Om het beest uit die stal te drijven. Die zetten ze vast. Wilde niet uit. En die herder. Die ging maar met zijn hele gewicht om de nek van dat beest hangen. En dan ging hij staan trekken aan dat beest. Om het beest uit de stal te krijgen. En met alle geweld probeerde dan die herder dat beest uit die stal te krijgen om zijn werk weer te hervatten als lastdier. Kijk, en u zult maar eenvoudig houden vanavond. Dan voelt u wel dat dat eerst slaat, dit beeld, op dat volk van Israël. Dat weet een kind wel. Dat volk van Israël, dat zat ook in de stal van Egypteland. En er was niemand van die Israëlieten die aan de Heere vroeg om eruit verlost te worden. Want als Mozes een Egyptenaar doodslaat, dan krijgt hij de andere dag zijn eigen volk tegen. Want er is niemand die naar God vraagt en niemand die naar God zoekt. Want alles is afgeweken. Maar hoe gaat God hier naar dat Israël vragen? Want de Heer had trouw gezworen via Abraham aan dat volk van Israël. En dan gaat God dat Israël opzoeken in de stal van Egypte. Dat volk, dat weet wel een kind onder ons midden. Dat volk van Israël zat in die stal van Egypteland bij die tichelovens neer. En dan werden ze geslagen en getyranniseerd en dan werden gebukt en beledigd. Maar er waren geen Verenigde Naties en actiegroepen die het opnamen voor dat volk van Israël.
Maar het snoer van Gods wegen was in liefelijke plaatsen gevallen. En God gedacht aan Abraham, en Isaac, en Jacob. En God ging dat volk opzoeken in de stal van Egypteland. En met eerbied gesproken, God daalde neder van de aarde, van de hemel. En God heeft met geluid de deuren van de stal van Egypteland opengeworpen. En door Mozes als een prikkel en door zijn woord dat vol van Israël als een beest geleid uit die stal. En als de herder dat beest uit die stal gaat leiden, heeft de herder een bedoeling om dat volk te brengen naar de grazige weiden. En als God de Heer Israël gaat verlossen uit de stal van Egypteland, dan heeft God er een bedoeling mee om het te brengen in het beloofde land Kanaan. Want anders zou God het niet gaan verlossen. God brengt de mens in ellende, omdat hij verlossing voor dat volbereid heeft. En nu zult ge toch denken dat dat volk van Israël op de blote knieën God moest bedanken. Dat God naar hem omzag en dat God ze uithielp en verloste. Maar dat is niet het geval. Want als God de mens gaat bekeren, dan wordt de mens des te meer onbekeerdelijker. En als God zijn liefde aan de mens gaat betonen, dan wordt hij des te meer vijandiger. En als God zijn genade gaat verheerlijken, dan wordt Jezus zelf veel harder en hardvochtiger. Er was tegen hem. Ik hou dat nog maar eenvoudig bij die geschiedenis. Ik had een kind het volgen. Wat toen dat volk van Israël uit Egypteland geleid werd. En ze waren pas uit. En ze kwamen daar bij die Rode Zee. Je weet dat wel. En Egypte naar achter en de bergen opzij. En die zee naar van voren. Wat deden ze toen? Murmurering. Moppering. Vuistballen tegen God en tegen Mozes. En toen er geen water was in de woestijn, gingen ze ook al murmureren, waar men in Egypteland gebleven. Zijn we hierheen gekomen in de sterven? En God is hun veranderd, staat er als in een vijand. En als de Heere komt met mannen en met kwakkelen, dan murmureren zij als een beest dat eruit slaat. Onze ziel wacht van dit zeer lichte brood. Dan is Israël gelijk aan dat beest dat zich verzet, dat dat eruit trapt en dat zich met alle kracht inspant tegen God. Is als een beest, als een strap zet en vertrapt en trapt tegen de deugden van de levende God, van zijn liefde, van zijn genade, van zijn barmhartigheid, van zijn trouw, van zijn rechtvaardigheid en van zijn waarheid. Ze vertreden het en vertrappen achteruit als een beest. Begrijp ge nu iets van die trouw van die herder om te proberen dat beest uit die stal te krijgen? Van die trouw van God die op het dat volk, het
als een beest zich verzet om het uit de stal te leiden. Maar hebt gij er erg in dat de Heer u bezig is in zijn algemene goedheid met u? Want hoe oud zijt ge? 20, 15, 35, 65, 85. En er staat God nog te roepen: wie heeft lust den Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. En dan staat de Heer u te roepen, omdat hij die stal van de zondedienst zou verlaten. En wat doet gij? Schrap staan. Wil. Ik wil. Zich tegen verzet. Wijk van mij. Want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Gelukkig. Die mens. Die kan betuigen. De Heere is mij te sterk geworden. En de Heere heeft mij overmocht. Gelukkig die mens. Want die mens is door de kracht Gods. Uit die zondestal. Uit die duisternis van zijn bestaan uitgeleid. En als God door de onwederstandige werking des geesten mij uitdrijft uit die stal en door de prikkel van de heilige wet, dan huppelt die maans de herder vooruit. In die eerste liefde heeft hij alles voor God over. Ziet hij niet die gevaren van de afgronden die daar zijn, die ravijnen van Gods verlatenheid en van Gods toorn? Hij huppelt en springt en zegt: Heere, ik zal u zevenmaal desdaags loven. Heeft hij alles voor God over? Niets te zwaar en niets te moeilijk. O, dan meent hij wel, dat hij weldra in het hemelse Kanaan zal inkomen. En van God zal verschijnen. En eeuwig bij de Heere zal zijn. De huppelt hij vooruit, gelijk dat jonge vee. Maar, als de Heer hem meer gaat ontdekken door zijn heilige geest, dan komt hij aan de weet dat hij een lastdier is. Een kameel aan ons. Een lastdier. Want hoe meer ontdekking, des te meer kreeg hij te kennen zijn zonde en ongerechtigheden. Ben krom van zonde. Een last van zonde en plagen drukt mijn schouders naar beneden. O, door meerdere ontdekking, dan wordt hij dat lastdier gelijk. Dat huppelen en dat springen is al overgegaan. Want dan gaat de Heere hem bekendmaken dat hij niet op zijn eigenwillige wijze zalig zal worden, maar dat hij zalig moet worden de weg die God uitgedacht heeft.
En dan gaat het in een weg. En het komt in een weg. Waar hij nooit van gedroomd heeft dat hij daarin zou geleid worden. En dan verzet hij zich tegen die weg. Zegt die Heer, hoort dat bij de bekering? En is dat de weg der zaligheid? Had nooit opgerekend. En ik had nooit verdragen. En hij verzet zich. En dan God de Heer gaat afbreken wat hij gebouwd heeft. En gaat uitdrukken wat hij geplant heeft. Dan zegt hij, zie maar Heer, dat kan niet. Dan kan het nooit doorkomen. En hij verzet zich tegen mij. Tot nooit. En zet zich straf tegen de weg die de Heere met hem belieft te houden. Want als een beest komt de Heere ze te leiden. Kijk, dat beest uit die stal. Dat moet naar beneden, naar de vallei toe. Want in de vallei is het jonge malse gras en daar zijn de waterbeken. En weet je wat nou die herder doet, een goede herder doet? Die neemt dat beest aan het touw. En een kort touw, vlak bij zijn hals. Kijk, tegenwoordig is alles een beetje moderner. Je hebt even wat plastic touwen en van dit lichte touwen, van die mooi gekleurde touwen. Van die ouderwetse touwen, een beetje wat stijf met een beetje teer eromheen, die zijn sterk, een beetje zwaar. Zwaar. Maar van die tegenwoordige lichte touwen, met die mooie kleurtjes, die kan een heel katrol meedragen, die zijn erg licht. En dan zijn er tegenwoordig herders. Die hebben een heel lang touw bij zich. Mooie kleuren, schitteren mooi. En die zijn het touw van de zogenaamd evangelie. En aan dat beest geeft de ruimte. En aan dat beest dan mag een beetje vrij lopen. Zoals in het evangelische wijde, zoals men dat noemt. En weet je wat dan gebeurt? Dan gaat dat beest de hoogte in. Dan gaat naar de bergtop. Dan gaat naar beneden. Naar boven. O, dan ze helemaal de hoogte in. Dat zijn bekeerde mensen. En mensen met bevindingen en ervaringen. En dan gaan steeds hoger, want de herders die prijzen ze, en dan worden misschien wel predikant genoemd en gemaakt. Ze gaan zo heel erg de hoogte in de berg toe. Als het echt werk van God is, dan worden ze daar mager, vinden ze daar geen voedsel, en komen ze naar beneden toe. Maar als het nabijkomend werk van God is, blijven die bergtoppen van hun bekering zitten en van hun geloof zitten, als de gelovige mensen. Maar als God het niet verhoedt, zullen verteerd worden onder de zondegloed van Gods toorn. Maar God de Heer houden zijn kort aan taal. Kort aantal, dat wil zeggen onder meer dit. Ontdekking van Gods Heilige Geest. Altijd maar ontdekking. En hoe meer ontdekking, des te meer walging krijgen zij van zichzelf. Kunnen ze nooit de hoogte ingaan, maar wel naar de diepte. In de verootmoediging, in de vernedering. O, kort aantal, dan komt de Heer met druk en met kruiswegen. Dan loopt het tegen in de zaak, of het loopt tegen met de kinderen, maar dat heeft de Heer allemaal een bedoeling mee.
En die zier die gaat er tegenin brullen. Heren, moet dat nou zo? Maar achteraf zegt zulke mens. Dit leert mijn ziel. U achteraan te kleven. Dat gaf een aanhankelijk. Een aanklevend leven. Aan de troon der genade. Kort had al. Dan komen ze aan de weet wie ze en wat ze zijn in zichzelf. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. En dan komt de Heere. Zij volgt als een beest naar beneden te leiden. Waarom doet de Heere de zijne leiden? Want je zou toch haast zeggen, als je nou zo'n beest hebt dat zich verzet, dat het tegenin gaat. Je zou zeggen, herder, man, neem je mes en snijd dat touw door en laat dat beest lopen. Met al die moeite die je eraan hebt. Maar dat doet die herder niet. En waarom doet die herder dat nou niet? Omdat die herder dat volk lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En daar kan die herder nooit van dat volk af. Waarom doet die herder dat nou niet? Ach, zegt er een, dat beest, die bekeerde man uit Tol of uit Sint-Anneland. Je moest eens weten, als je met hem zaken doet, dan komt hij op een berg. Je moest eens weten, zijn leven en zijn verleden man, je zou hem niet eens groeten. Het is een beest. Ach mensen, dat hoef ik niet te zeggen. Dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Want God weet nog veel beter wat de zijnen zijn dan dat u het weet. En hij weet nog veel beter dan dat u het weet dat de beesten zijn. Want hij weet wat van zijn maaksel staat te wachten. Dat weet hij. Dus dat volk valt nooit God tegen. En toch snijdt de Heer dat touw niet door. Houd dat beest vast. Waarom? Opdat gij u een heerlijke naam zouden maken. Door mijn Hellebroek zegt in zijn vragenboekje. Dat in de naam van God schitteren al de deuden Gods. Al de deuden Gods komen de naam des Heeren openbaar. Opdat gij u een heerlijke naam zouden maken. Nou, de Heer heeft ons niet nodig om hem een heerlijke naam te maken. Want met eerbied gesproken, als zou er geen mens zalig worden. God al zal toch zijn naam verheerlijken. Daar zorgt God voor. Maar die naam des Heeren is Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dan zal God zijn eigen naam verheerlijken. Ook in de redding en in de zaliging van zijn kerk. En in de getrouwheid tegenover zijn kerk. Opdat u een heerlijke naam zouden maken. Dan heeft dat volk, dat beestenvolk uitgeleid. Kijk, wij kunnen nooit Gods naam verheerlijken. In de heiligste verrichtingen kunnen wij de naam Gods nooit prijzen. Alleen door het geloof kunnen we God betonen. Want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dat we de heiligste verrichtingen niet uit het geloof doen, is het zonde. Misschien zegt iemand, dat kan je niet leven. Konden we maar eens niet leven. Maar uit het geloof dit of dat
niet doen, is het zonde. En dan kunnen we nooit zonder dat geloof God verheerlijken en zijn naam groot maken. Dan moet God dat geloof ons schenken en dan kunnen we zijn naam verheerlijken. Dus geen één mens kan uit zichzelf Gods naam verheerlijken. Maar er is één mens geweest, één mens, de naam Gods verheerlijken. En die ene mens is als een godslasteraar veroordeeld. Hij heeft de naam Gods gelasterd. Wat hebben we nog vertuigen van over? Een eenstemmigheid is doodschuld. Onschuld. Als godslasteraar veroordeeld. Omdat mensen die Gods naam nooit konden beheerlijken. Als een beest die naam vertreden hebben, zouden kunnen vinden vergeving van hun zonde. Eén mens heeft de naam Gods verheerd. Vader, ik heb u verheerd. Verheerlijk ook mij in dat beestenvolk. Omdat ik uw naam verheerlijkt heb, heb ik dat beestenvolk lief. Met een eeuwige liefde. O, dat zijn die leidende borst die ik lief heb, heb ik lief tot het eind. Hier, zo zegt de kerk, hier wijkt mijn ziel met een bewonderend hoop, want om zijn wil heeft God het oog van dat beestenvolk niet doorgesneden. Haast, haast. Is het één keer gebeurd. In de woestijn. Daar sprak God. Ik zal Israël verdoen. Van voor mijn aangezicht. En u Mozes. Tot een groot volk maken. Maar daar treedt Mozes. En denk aan Christus. Treed in bij God. O God. Als je dat beestenvolk laat varen. Wat moet er dan worden. Van uw heilige. En van uw heerlijke. En de voorbidding van Mozes. Van Christus. Heeft God dat beestenvolk. Niet laten. Daarom snijdt de herder de touw van het beestenvolk niet door. Waartoe leidt de herder dat volk? Ik heb eens gehoord en ook wel gelezen dat in Kanaan de herder, dat logge, grote beest, neem maar een kameel, vanuit de hoogte langs rotsachtige paden naar beneden voert, kort aan touw. Men weet hoe de herder dat doet. Die herder dat beest kort aan touw, dat geweldige, zware beest, voert het naar beneden. Maar dan die herder het noem maar 2 of 3 meter naar beneden gegaan, als die kronkelende paard met de ravijnen terzijde. Dan laat de beesten zich er tegen verzetten. Dan laat dat beest naar 3 meter, laat de herder naar 3 meter. Dat beest maar even stopstaan. En laat de herder dat beest weer 1 meter of 1,5 meter teruggaan. De hoogte weer in, want de mens gaat graag de hoogte in. Dat hij een adem meegekregen. Dus 3 meter naar beneden
anderhalve meter terug. En laat het beest op zijn zijkant vallen. En dan mag dat beest even rusten. En dan zegt hij, een poos rusten. En dan gaat die herder weer met dat beest, trekt hij weer. Ze brengen weer 4 meter naar beneden. En laat dat beest weer naar zijn omweg 2 meter terug gaan, weer rusten. En dan gaat hem elke wind die wat. En uiteindelijk komt hij daar beneden in dat dal. En dan gaat die herder ook wel eens naar beneden in dat dal wat gras plukken en nemen. En wat water de fontein. En dan geeft dat beest maar van dat malse gras te eten en van het water drinken. Omdat het beest verlekkerd wordt op die vallei daar beneden. En hoe gaat dat zo geestelijk ook? Dan komt God de Heer dat vol te leiden. En dat zal maar kort zijn omdat de tijd voorbij gaat. Kijk, dan kan het gebeuren wat ik zo even al zei bij de aanvang. Dat dan zo'n beest komt te liggen, een ogenblikje op zijn zijde. En dat dat beest een blik krijgt te werpen. Op die tweede persoon, de Heere Jezus Christus. Maar dan moet dat beest, zal maar zeggen, 4 meter naar beneden toe. En de mens gaat graag de hoogte in. Maar dan moet hij naar beneden kort aan touw, in druk en kruiswegen, en tegen vlees en bloed in, brult er tegenin. En dan die ravijnen daar van Gods verlatenheid. En van Gods verbogenheid, die grijns je tegen. En het paardje wordt smal. En dan komt dat beest weer een beetje omhoog. En dan mag hij neerliggen. En dan krijgt hij een blik. Op die tweede persoon. Op de Heere Jezus Christus. We zeiden zo even, dan weet je wat er aan vooraf gegaan is. Er is de nood. En dood aan vooraf gegaan. En dan wordt in tweede persoon vanuit de hemel geopenbaard. En waar daar een zoete zaligheid en verkwikking in vinden. En bemoediging en vertroosting ligt die Heer. En dat er met iemand gebeurt in Berg op Zoom. Dan zeg maar op het eiland Tolen. Je moet de schame Berg op Zoom naar die man. Want die kan zo ruim getuigen van die dierbare middelaar, de Heer Jezus Christus. Maar God de Heer, kort aantal, altijd gemeente ontdekkingen, nog eens ontdekking. Naar beneden, weer naar beneden, altijd naar beneden. Dan komt hij weer even neer te liggen. En dat dat dan is dat gezicht van die dierbare borg en middelaar is weg. En dan heeft hij nog over een levende begeerte. O, dat ik hem nog eens mocht aanschouwen met de ogen des geloven. Dat nog eens zijn woorden mocht beluisteren. Dat nog verkwikt mocht worden. Want zijn woorden zijn zoeter dan honing aan honingzee. En dan zegt men op het eiland Tolen. Moet eens gaan naar die man in Berg op Zoom. Of je ooit een mens ontmoet hebt. Is daar een man met een levend gemis. Maar die herder houdt kort aan touw naar beneden. Meer ontdekking. Meer opstap. En weer naar beneden. En dat kan gebeuren. Dat de mensen uit Tolen komen bij die mannen Berg op Zoom. Man, we dachten dat jij een levend gemis had. Dan zegt die man, mens, ik heb niks meer. Ik heb niks meer.
Ik heb niet eens een levend gemis. Gemis is geen gemis meer. Meer naar beneden, Kurt Antel. Dat hij in de vallei terechtkomt, in de diepte. In de diepte van Adam. Dan raakt de mens alle gronden kwijt. Vandaan. Vroeger had hij nog een levend gemis. Had hij nog betrekking op die tweede persoon? Waren nog zielsuitgangen naar de Heer Jezus Christus? Maar nou, met al wat hij meegemaakt heeft, en met al wat hij ondervonden heeft, loopt het op de dood uit. Want in plaats van een levende betrekking op die persoon, op een liefde betrekking op die persoon, komt er het hart voort. Doodslaar, hoererijen, valse getuigenissen. Al de zaden van de zonde. In adem. O, wat leeft er in de mens. Wordt die Adam hier van binnen gewaar. Wordt die gewaar. Een beest. Ik ben een beest. Bij u. Van vijand. Niet op die hoge berg van bekeer. In de diepte. Van goddeloosheid. Zo'n beest. Bij u. Maar wat een eeuwig God. Als we bewaard worden om een beest bij de wereld te zijn. En mogen een beest bij God zijn. Want vijanden worden met God verzocht. En goddelozen worden om niet gerechtvaardigd. Want dan komen we in de vallei van het Kanaan. Komen ze in de vallei. Want dan wordt het daar waar dat Christus geschonken wordt, wijsheid, gerechtigheid, heilig, verrechtvaardig maken en heilig maken en een volkomene verlossing. En dat in Christus mag dat beest rusten in de vallei. Rusten in Christus. In de deugde Gods. Ga nu niet verder verklaren in de tijd. In de deugd van Gods almacht. In de deugd van Gods wijsheid. In de deugd van Gods liefde. In de deugd van Gods waarheid. Is de vallei. Wordt in Christus. Dat beest. In de vallei rust vinden. Door Christus. In de deugden. Van God, in de naam van God. En dan kan het daar ervaren worden. En zegent mens en beest. En doet ze hulp nooit vruchtloos verven. Wij willen zingen Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Het tweede vers van Psalm 36. Is he more?
Zijt ge nu uit de stal der zonde reeds bevrijd geworden? Staat God nog te roepen? Immer weer, wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst aan eeuwig goed? God zal zelfs de leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. De koningin op het dorp kwam vanmiddag. En zoals ze opgeroepen hebben, waren we verschenen. Dat is maar een aardse koningin. Dan komt de koning der koningen te roepen. Wie heeft lust mij te vluchten? Wat zal dan zijn de betuigen werk van mij? O, dat je de hemel moet benodigen. Om te vragen. Of gij door zijn woord en geest mag worden uitgeleid uit de zondedienst, uit de zondestand, tot hem die nog spreekt, wendt u naar mij toe. Alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer, en wordt voor eeuwig behouden. Als een beest zijn ze gelijk. Naar dat kamer. Als een beest. Ge weet. Dat volk van Israël is uitgeleid uit Egypteland. En in de woestijn zijn gestorven. Alle Israëlieten. Die toen ze 20 jaar waren. En ouder. Als uit Egypteland trok. Allemaal gestorven in de woestijn. Alleen 2 zijn Kanaan ingegaan. Jozua en Caleb. Die 2. En dan zijn alle andere Israëlieten die 20 jaar waren ouder toen ze uit Egypte dan trokken omgekomen in de woestijn. Hebben Kanaan niet gezien. Dat zal een nodig zijn. Maar als een beest in Kanaan gelijk te worden. Want Caleb en Jozua, 2.
Jozua, dat ziet op Christus. Dus dat betekent Jezus zaligmaker. En Caleb betekent hond. Ook een beest. En als een beest, als een hond met Jozua, ingeleid in Caleb. Salomo zegt, maar hij zegt niet meer van, een levende hond en Caleb is beter dan een dode leeuw. Als een beest dat afgaat naar de vallei, als een beest. Zo heb gij uw volk rust geneemd. En zo gaan met Jozua en Caleb in te gaan in de strijdende kerk. En hij volgde zich. Israël is gekomen in Kanaan, maar er waren nog veel Kanaanieten. Want Kanaan is een beeld van de strijdende kerk. En dan moet die kerk in de valleien, altijd maar in de valleien, altijd weer naar de diepte. Zoals hier op de aarde zijn, zit de levende kerk in de valleien, in de diepte. Te midden van al die Kanaanieten, die vijanden. Van binnen en van buiten. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben. Weer zo vallei. Maar rust. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Paulus had de engel des Sadium hem sloeg met zijn vuisten. Dat is ook wat. In de diepte. Maar toch een vallei de rust. Mijn genade is u genoeg. En dan kan de kerk opzien tegen de dood, ook een diepte. Dus een koning der verstrikking. Want de kerk weet wat er achter ligt. Als dan in de dood Jordaan komen, in de vallei, zal zijn dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En zal de kerk het lichaam der zonde en des doods afleggen. En ook die beesten natuur afleggen. En dan eenmaal eeuwig zijn in het kanon hierboven. En dan nooit geen last meer van die beesten natuur. Nooit geen last meer van de Kanaanieten. Nooit geen last meer van de diep. Maar dan eeuwig in Christus. Rust in de deugden van de levende God. En dan eeuwig daarin uitmond. Door u, door uw leven. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Het eindigen met dankzegging. Heren, zo hebben we dan aan de avondstonden van deze genogenblik getracht een woord te spreken uit uw getuigenis. Mocht gij het willen zegenen met uw zegen uit Sion en willen dienstbaar stellen tot de heerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van ons sterfelijke zielen. Gij mogen het toepassen, heiligen, naar gelang en geluk van nodig heeft aan onze zielen. Gedenk ons we deze plaats gaan verlaten. Behoed en bewaar ze, breng ons daar waar we verwacht worden. Behoed ons voor de uitbrekende dader zonde. En schenk ons een afkeer van de zonde. Het is u bekend waardoor we samengekomen zijn. Voor welk we zonder doel. Voor dit samen zijn belegd is. Heere, ge mocht ons eerlijk maken. En ook ons leren eerlijk te behandelen. Met dit beroep. Van nature zijn we niet eerlijk. Maar mocht gij dat willen schenken. We eerlijk om met het beroep, had is een beroep. Mochten leren handelen. En dan zijt u alle dingen bekend. Gij mogen ons gedenken. En gij mogen dat schenken wat we nodig hebben. Ook in de weg der beslissing. Omdat er een beslissing mogen komen.
mocht eens zijn. In uw gunst zal het even groot zijn. We zijn niet waardig. Maar we mogen doen willen om uw eigen naam te spellen. Om Christus wil. Amen. De slotzang zei Psalm 32. En daarvan het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Al was een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toom. Door s mensen hand bestierd. Door de woest en redeloos gedeerd. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vreven. Wie op hem vertrouwt. Op hem alleen ziet zich omringd. Met zijn weldadigheid. Psalm 32, het vijfde zangvers. Van de zegen des Heren, de genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met ons allen. Amen.